Als je dan toch gaat stemmen, doe jezelf en de coffeeshop een plezier en stem op een cannabisvriendelijke partij. Daar zijn we alle het meeste mee gebaat. Ik wil nu graag het woord eerst even geven aan een activist van het eerste uur. Een coffeeshopondernemer uit Haarlem die zich al jaren hard en hard inspant om een realistisch en werkbaar cannabisbeleid te kunnen krijgen. En hij wil graag even hier iets vertellen. Hij is de gast hier. Geef hem een hartelijk applaus. Hier is Nol van Schaik. Goedemiddag, welkom. Fijn dat jullie ondanks het mooie strand weer toch zijn komen opdagen om ons initiatief te bekijken en te beluisteren. Zoals Mark al zei, ik ben coffeeshophouder in Haarlem. Wij zitten nog ver van het wietgebied, maar aangezien wij het hier al beschouwen als een ramp, is het bij de andere coffeeshops in Nederland een schrikbeeld. Want mijn klanten die hebben al in de enquête aangegeven, ver voordat de wietpas in gebruik werd gesteld, dat ze 87% absoluut niet willen registreren. Vandaar dat wij besloten hebben om deze campagne te starten, want er is maar één ding wat ons te doen staat en dat is zorgen dat de VVD niet weer deze verkiezingen wint. Want de VVD heeft ons deze narigheid bezorgd en als het nu niet ophoudt en het zich over het hele land verspreidt, dan wordt het helemaal verschrikkelijk op straat. Het wordt onleefbaar, want de mensen die hier nu niet op straat lopen, lopen nu naar Nijmegen en Rotterdam. Dat hoor ik ook al van collega's, die horen ook allemaal houdoe in Rotterdam en houdoe in Utrecht. Ik hoor het al in mijn eigen shop. Mensen uit Den Bosch gaan op vakantie in Noord-Holland om naar de coffeeshop te kunnen gaan. Dus als dat verder gaat in het land, dan loopt het helemaal stuk. Dan is het gebeurd met de coffeeshops. Nou hebben wij een paar weken geleden een vergadering gehad in Amsterdam. En het ging dan over het opzetten van een eventuele campagne of actie om tot een beter cannabisbeleid te komen. En daar was ook de heer Van Bommel van de SP aanwezig. En na zijn toespraak, die heel duidelijk was, reguleren, legaliseren van de toevoer naar de coffeeshops, heb ik hem de vraag gesteld van, en als dat dan zo zou gebeuren, als u de verkiezing mag winnen, worden wij dan betrokken bij die nieuwe beleidvorming? En Van Bommel zei daarop, ja, dat zien wij zitten, want wij hebben behoefte aan jullie know-how. Jullie weten alles van de illegaliteit en daar willen we vanaf. En vandaar dat ik helemaal mee kan gaan in wat Mark net zegt, we moeten vooral stemmen op de cannabisvriendelijke partijen. Maar als ondernemer heb ik bewust de keus gemaakt om op de SP te gaan stemmen. Want alleen de SP zie ik op dit moment in staat om een grotere partij te worden dan de VVD. En dat is het enige wat ons kan vrijwaren van een nieuwe regering Rutte. Ik ben heel blij met het initiatief van de PvdA en van dat Lea Bouwmeester dat hier ook uit komt leggen. Dus ik zou tegen iedereen zeggen, jongens, stem vooral links. Maar als je niet weet wat je moet stemmen, stem dan vooral SP. Want als die partij de grootste van Nederland wordt, krijgen we waarschijnlijk de PvdA er gratis bij. En ik wou afsluiten met een uitspraak van Van Bommel op diezelfde vergadering vandaan. Hij zegt, de SP ziet de coffeeshops niet als het probleem. De SP ziet de coffeeshops als de oplossing. En daar wou ik het bij laten.